Hallo mensen, vandaag laat ik zien aan de heer van de best pop die bij en kan dus aan het beste is. Ja, kijk, ik moet echt wel afdelen. Ja, ik moet echt wel afdelen. Kijk wat ze die dames doen. Je kleed jezelf als een hond, want je bent erin. Hahaha, idioot, pak je op de kantroer, hè. Nooit boeren, man, kantroer. Leedloze hoer. Oké, dus... We hebben echt een titel geweest tegen die Abdoe. Serieus. De enige die nog tegen Abdoe zijn ik. Ik, Superman Renzo, Red, Draakje en Kampje. That's it. De meeste vrienden van mij mogen haar wel. Maar wij mogen haar niet. Ja! Ja! Dat is juist waar, ja! Dat is waar! Dat is waar! Bam! Wie is nou de baas, hoor? Kankerwijf. Hij is op de bitch. Big Chat, nee, dat kan vroeger. En die gaan we dan op de vriend. Dat is een ambitie. Kijk. Kijk, een onbekend ding op Joyce. Zij weet niet wie het afgeven is. Maar als we het laat zien, dan weet hij wel wie het afgeven is. En dan helpt hij mee. Afdoen is gewoon een chat. Ja, echt waar. Maar we gaan nu naar andere toe. Die ook maar het beste voor Abdoe. Want Abdoe, Oma en Lief is het beste voor. Ze is een dikke perskop. Ze vraagt mensen voor een lunchgeld. Hoe erg is dat? Schandalig! Oh, het is gewoon schandalig. Abdoe, Oma en Lief is een kantroer. Kijk wat ze schrijven naar mijn andere toe. Wat wil je? Wat wil je mijn naam van mijn profiel? Kut! Ja! Ik ben zo boos! Die algemeen is echt niet waar we bezig zijn. En nu gaan we zelf naar het spelen. Kijk, we gaan naar het spelen. Abdoe, gay, oma en nu. Fucking gay. Kijk, dit is de straat die daar. Kijk, dit is zij. Dit is Abdoe Mali. Ze lijkt je is fucking lelijk. Kijk hoe lelijk zij is. Zij is zo fucking lelijk. Iedereen denkt ze lijkt me zo fucking lelijk op dat vriend. Kijk, en nu laat ik even. Abra, ze lijkt op een heel onschuldig muisje. Wat is het niet? Ze is schuldig. Zij begon met al die ruzieën. Dun dun dun. En iedereen vertrouwt haar. Ze zijn niemand haar vertrouwd. Ze weten niet wat Abdoe, wie Abdoe echt is. Deze dude. Die denkt dat Abdoe onschuldig is. Ja! Abdoe, Omar en Leed! Die fucking bitch, hoor! Digga, hoor je me eigenlijk? Nope, Jordi. Ja! En nu gaan we verder. En dan... Vader! Nog weer. Ja. Kijk, ik heb nog wat foto's van haar. Ik ben de stalker. Oh nee, daar ga ik. Ik was echt heel dichtbij daar. De bitch. Laten we nu een van de levels gaan spelen. Want dit is wel één level. Laten we nu een van de levels spelen. Hallo mensen, laat ik zien aan de hele stomme pestpot. Die bij aan de kant aan de is. Waar de fuck zijn allemaal levels? Ja, kijk er heel goed uit voor Abdoe. Yep. Ze heeft ze weer verwijderd. Ze verwijderd altijd haar levels. Kijk wat die dame vriend. Je kleedt jezelf als een hond. Ze is een straatdoer. Hahaha, idioot. Fuck je. Ze is een straatdoer. Ik heb haar ooit op straat gezien. Ze zat bij een auto. Leefloze met een man. Aan het neuken. Dus en ik dacht van, we hebben echt oh my god. Nodig deze en toen ging ik de post op Facebook. Serieus. De enigste die nog tegen Abdoe zei is ik. Ja. Dus ik. Super. Ze is een straatdoer. Ga niet met haar op. Draakje. Dat was het mensen. Doei. Tot de volgende. That's it. De meeste vrienden van mij mogen haar wel. Maar wij mogen haar niet. Ja. Ja. Dat is juist waar. Ja. Dat is waar. Dat is waar. Bam. Wie is nou de baas, hoer? Kankerwijf. En stomme bitch. Bitch ass nigga. Kankerhoer. En nu gaan we eens naar een andere vriend. Kijk wat ze dan typt. Kijk. Echt kijk. 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 Een onbekende heeft ons gejoined. Zij weet niet wie het Abdoe is. Maar als we het al laten zien, dan weet hij wel wie Abdoe is. En dan helpt hij mee. Want die Abdoe is gewoon een pestkop. Ja. Ja. Ja, echt waar. Maar
We gaan nu naar een andere vriend die ook werd gepest door Abdul. Want Abdul, Omar Elit, is een pestkop. Ze is een dikke pestkop. Ze vraagt mensen voor een lunchgeld. Hoe erg is dat? Schandalig! Oh, dat is gewoon schandalig. Abdul Omar Elit is een kankerroer. Kijk wat ze heeft geschreven naar mijn andere vriend. Wat wil je? Wat wil je met ga weg van mijn profiel? Kut. Ja. Dan ben ik zo boos. Zo fucking boos. Die andere weet echt niet waar we bezig mee zijn. Echt zo van... What the fuck? En nu gaan we zelf naar het profiel. Kijk, we gaan naar het profiel. Abdul Gay Omar Elit. Ze is fucking gay. Kijk, dit is die straathoeba profiel. Kijk, dit is zij. Dit is Abdul Omar Elit. Ze lijkt, ze is fucking lelijk. Kijk hoe lelijk zij is. Zij is zo fucking lelijk. Iedereen denkt ze lijkt op een spoot fucking lelijke kankeroer. Kijk, en nu laten we eens zien. Havra, ze lijkt op een heel onschuldig muisje. Wat is het niet? Ze is schuldig! Zij begon met al die ruzieën. Dun dun dun! En iedereen vertrouwt haar. Ze zei niemand haar vertrouwt. Ze weten niet wat Abdul, wie Abdul echt is. Dun dun dun! Deze dude. Die denkt dat Abdul onschuldig is. Ja! Abdul Omar Elit! Die fucking bitch, hoer, nigga, hoor je me eigenlijk? Nope, je hoort me niet. Ja! Dun dun dun. En nu gaan we verder. En dan gaan we nog meer vrienden zien. Ja. Kijk, ik heb nog wat foto's van haar. Ik ben een stalker. Doe de bitch. Doe stoepen, 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 doe bitch. Doe de bitch. Doe stoepen. Oh nee, dan ga ik niet zoveel. Ik was echt heel dichtbij daar. Doe de bitch. Laten we nu een van de levels gaan spelen, want ze heeft wel één level. Fuck, boer. Laten we nu even een van de levels spelen. Waar de fuck zijn allemaal levels? Yep, ze heeft ze weer verwijderd. Ze verwijdert altijd haar levels. Wat een kankerstraathoer. Ze is een straathoer. Ik ga nu dat toegeven aan jullie. Ze is een straathoer. Ik heb haar ooit op straat gezien. Ze zat bij een auto. Met een man aan het neuken. En ik dacht van, oh my god. En toen ging ik het posten op Facebook. Met een selfie met haar in de achtergrond. Die met een man aan het verkrachten is. Ja, dus. Ze is een straathoer. Ga niet met haar om. Dat was het, mensen. Doei, tot de volgende.